Hallo allemaal, welkom nog een keer op de gameplay van Euro Truck Simulator 2. We gaan dus verder waar we dus gisteren in een, ja, of eigenlijk deze nacht in een livestream zijn geëindigd. Ik heb pijn, man. Ik ga een andere lichtsoort doen. Voilà, wat beter. Road to the Black Sea, DLC. Van Turkije. D100E80. We hebben dus gisteren eentje van afgemaakt, dus we gaan nu de volgende doen. We moeten wel over de 200 kilometer zitten telkens keer. Voilà, over de 200 kilometer. En hij is nu aan het laden. Ik heb een screenshot zeker van getrokken, ja. Dus dit gaan we een screenshot van maken. Voilà. Dan kan ik ook zien van waar naar waar. En dan kan ik dat ook in mijn titel schrijven. Dus we gaan weer al houtkrullen dus vervoeren. Ja, nog een keer eens laden. Het was niet geladen, hè. Nu nog onze... Ah. Oké, okay, nu snap ik hem. Wij moeten hem nog gaan halen. Oké. Okay. Even go doen. Die wil ik ook in één keer gaan doen. Ik heb ook geen auto aan. In ieder geval heb ik zo al de nachtrust toegegeven. Oké, we hebben rust genomen.
Ik wil toch liever door dat ik rijden dan. Ik geef het eerlijk toe. Oh my man, ik vlieg over de banen. Ik moet weer rechtdoor. Afgaan. We zijn nu aan het klimmen. Hoe lang heb ik nog voor die opdracht van 4? Niks geraakt. Even een kleine manipulatie. Zie ik eens al een pijl. Maar nu nog kijken hoe ik hier binnen geraak. Oké, dankjewel. En hier staat onze verraad. Voor een rit van 356 kilometer. Oké, let's go. Maar als we ergens een rustmoment vinden, dan doe je dat ook. Dan kunnen we ook overdag rijden. Zo s'nachts rijden we daar even niet uit. Jullie misschien wel? Ik niet. Dus ik wil allemaal op die kleine weegjes. Nu terug naar die ene rotonde.
Wacht, waar is ja? Ik heb altijd een rimmere pot nodig. Tegen. En dan nog een rotonde. We kunnen ook op cruise control rijden hoor. Maar zo gelijk de binnensteestjes, dat gaat dus niet. En dan gaan we naar eens op de autostrade. Ik heb soms zo wel leg spikes. Even gauw iets doen. Ik ben nog iets aan het vergeten. Hè. Het is hier een hele schone brug, maar ja, jullie zien het nu niet dat het nacht is. Moment hebben, ja of nee, dan gaan we direct weten. We komen hier toch dichter bij een weegschaal, zie ik. Stop alsjeblieft voor de inspectie voor de voertuig. Daar geraken. Ik ga proberen om te pesten te houden. Normaal gezien moet ik dat niet doen. Dan geld ik bij de portuur.
Ja. Zit hier kan het toch niet in? Ach ja, dan moet ik hem in een andere vinden. Dat is raar. Hier kan ik niet in. Dan moet ik hem in een andere ingang zien te vinden. Ja, niet gestopt bij het weegstation. Ja, oké. Ik weet niet hoe ik daar terecht moest komen. Ach, maakt niet uit. Cruisecontrole terug aanzetten. Eentje minder. Oké. Dat is ook eens drinken. Hallo. Bus steekt mij voorbij. Ik heb maar twee garages nog. Oké. Ja, ja. Een mooie rit. Je stel op deze rijvak, oké. Het wordt al lichter. Oei, hier gaan de rijstroken wat minder. Ik heb mijn cruise control nog altijd opstaan op target. Maar dat hij dan niet zelf afremt, dat weet ik dus niet. Hier staat een driehoek.
Ik ga ze eens bekijken als ik ook nog dingen kan instellen. Opties. Gameplay. Om meer wat verkeer te hebben. Noordelijk gelokt, navigatietonen versen, altijd veermodig. Welkeurige gebeurtenissen, zet ook nog op omleidingen. Dat mag ook op 100%. Kans op regen, mag ook op 100%. Tijdsbonus. Volledige tijd. Draaibaan van de remsterkte hier. Regensensor, dat kan ook wel leuk zijn. Automatische retarded, automatische motorrem, nee, dat moet ik helemaal niet hebben. Noodremsysteem, rechtsmotor, voor de kutlampen, nee. Camera moet ook niet land, ja. Komt, configureren namen op de kaart, dat mag ook. Hier zit het hier, Celsius bar. Dit is wel goed. Oké, voilà. Ik wil meer verkeer hebben, hè. Dat was ik aan het zoeken. Allemaal verbonden, ziet. Oké. En niet terugrijden. Ah ja, ik had een cruisecontrole aanstaan. Ik moet alleen maar sturen. Het is aan het regenen.
lang een tunnel hoor, moet ik wel eerlijk toegeven. Kilometer en dan zit deze gameplay erop. Maar ik voel me er nog meer hoor. Nog meer gameplays. Zonde. Draaien. En dan nog één stuk rechtdoor. Ik zie de finishvlag al. De rode vlag waar we moeten naartoe rijden. Ik hoop dat jullie deze gameplay hebben leuk gevonden. Vergeet geen duimpje van de motor, vergeet die onderaan niet te abonneren. Dat was al opdracht nummer 2 die we nu hebben compleet. En vergeet ook niet op buiten te drukken, dan blijven jullie op terug wanneer dat er een nieuwe gameplay video is. Of een vlog video, of een gewone video, of een pauze. Dus noem maar op. Dus vergeet dan niet op dat belletje te drukken. Zo blijven jullie zeker op de hoogte. Wat verdien ik ermee? Even kijken. Geweldig, dank u. Huh? Nee, dan maar één. Allee. Dan gaan we nog eentje zelfs doen. Maar deze gameplay zit erop, dus ik hoop dat jullie het hebben van genoten. Dus ik zie jullie allemaal bij de volgende gameplay terug. Tot de volgende. Joe!